Hoi en welkom bij weer een nieuwe Plan With Me video, deze keer voor de maand februari. Let's get started! Ik had Harry Potter zitten kijken, waardoor ik de deur met slangen zag en dacht, waarom niet slangen als thema? Ik heb letterlijk hoe teken je een slang opgezocht en er kwam deze afbeelding tegen. En dat is de inspiratie van deze spread. Ik ga gebruiken mijn gouden waterverf, dat is de nep. Pearlescent set die van de Action afkomt. En verder rest gebruik ik zwarte gouache. Dat is gewoon omdat deze goed dekkend is. En ik wil dadelijk een mooie zwarte achtergrond creëren achter de slang. Allereerst doe ik expres de gouden accenten toevoegen. Want ik denk dat zwart en goud altijd een hele mooie combi is. En ik heb deze bloemen erbij getekend om toch een beetje een kleine subtiel knikje naar Valentijnsdag. Dag van de liefde toe te brengen zonder dat het extreem in your face is. Ik vind het op zich wel leuk om een klein soort tribute naar bepaalde feestdagen te doen, maar niet dat het zo overdreven is. En ik denk dat dit de perfecte combi is om dat te doen. Dus allereerst heb ik hier gewoon de basis helemaal goud gemaakt en daarna pak ik een zwarte gelpen erbij om de omlijning om te trekken van de bloem, dat deze beter overkomt. Wel een kleine waarschuwing vooraf, deze spreads hebben me alles bij elkaar redelijk wat uur gekost. Ik denk zo'n 3 uur, omdat tussendoor natuurlijk ook wat droogtijd bij zit tussen de pagina's in. Dus ja, als je dit gaat doen, hou er even rekening mee dat je wel eventjes bezig bent. Nou, dan beginnen we met de slang. En allereerst doe ik in het midden een soort ruggenwervel door kleine ovale figuurtjes te tekenen. En ik hoop dat het duidelijk is wat ik probeer te vertellen, jongens. Zoals je ziet, ik volg deze gehele lijn over de slang en de omlijning zelf doe ik gewoon simpel overtrekken. En dat is eigenlijk zeg maar het middendeel steeds van de slang zelf. En daar gaan we steeds de schubben tegen aan tekenen. Dit is een van de dingen waar je vooral lang bezig mee zult zijn. En dat zijn gewoon die kleine accentjes, de details toevoegen aan de slang zelf. Daar kun je natuurlijk zelf mee kiezen hoe je dat wil. Ik heb er expres voor gekozen om de slang zelf wit te houden en een zwarte achtergrond te doen. Maar je kunt natuurlijk ook net andersom doen. Dat je de slang zelf helemaal zwart maakt en dat je door middel van verf highlights en schaduwen doet toevoegen aan de slangenhuid. En dat je een witte achtergrond houdt met het goud. Ik denk dat het ook heel erg mooi kan werken. Maar ik heb er natuurlijk voor gekozen om de meer effort te route. En ja, je bent hier wel eventjes mee bezig, maar ik denk wel dat het de moeite meer dan waard is uiteindelijk. As for het intekenen van de schubben zelf, het is gewoon echt letterlijk een repeterende motie als het ware. De hele tijd op elkaar volgende, net als dat je vroeger vissenschubben zou tekenen, denk ik. Ik weet het, ze zijn niet in het echt zo, zijn iets meer hoekiger, maar dit is wel de meest simpele manier om toch ongeveer hetzelfde effect te creëren. Net als vorige maand heb ik ook deze maand weer gebruik gemaakt gewoon van mijn printer. Dus ik heb vooraf dit lettertype uitgeprint en deze heb ik gewoon overtrokken door middel van mijn lightpad. En ja, het maakt het gewoon veel gemakkelijker om een uniform lettertype te gebruiken door alle spreads. Heel simpel gezegd. En deze doe ik gewoon even heel simpel inkleuren met mijn gouden verf. En that's it. Tijd om de zwarte achtergrond toe te voegen. Ik heb expres een kader gemaakt op de pagina zelf. Er is 1 centimeter rondom de hele pagina als het ware vrijgelaten. En op die manier creëer je echt gewoon een vlak achter de tekening zelf. En ik vind dat gewoon altijd persoonlijk net iets mooier uitkomen dan een hele pagina helemaal te doen.
Dus ja, dat doen we hier eigenlijk. En ook dit is weer iets waar je eventjes mee bezig bent. It's a labor of love, people. It definitely is. En per usual is dit het moment dat ik een iPad voor me heb staan en een serie aan heb. Of eventueel een luisterboek aan heb staan. Want ja, je bent er hier wel even mee bezig, maar dat betekent niet dat je niet eventueel kunt multitasken. Terwijl ik hiermee bezig was, was ik Legends of Tomorrow aan het afkijken. Ik had nog steeds het laatste seizoen niet gekeken en ik dacht, dit is het perfecte moment om dat te doen. Ben ik de enige die Legends of Tomorrow heeft gekeken of zijn er meerdere mensen die ook die serie doen volgen? Er zijn sowieso veel series die ik heb gekeken deze maand. Wie heeft er nog meer seizoen 2 van Ginny en Georgia gekeken? En wie is blij met het einde daarvan, van dat seizoen? Let me know in de comments. Ik doe nog wat waterverf, als het ware, met zwart toevoegen om wat extra vlekjes op de slang te geven. Op die manier ook wat meer dimensie eraan te geven. En ja, yeah, that's it. Het laatste eigenlijk waarmee de titelpagina klaar is. Gaan we door naar de kalender. En ook deze keer heb ik weer gebruik gemaakt van mini-topblaadjes. Ik heb steeds aan de rechterkant van de pagina's een halve centimeter vrijgehouden voor de topblaadjes zelf te maken. En als het gaat om de kalender zelf, heb ik ook eigenlijk weer dezelfde maatvoering gebruikt als die van vorige maand. Het beviel me gewoon, de uitstraling past hier gewoon mooi bij, dus ik dacht, waarom niet? Dus als je dezelfde maatvoering wil gebruiken, de banners zijn 3 centimeter breed en een halve centimeter hoog. En de blokjes daaronder zijn dan dus ook 3 centimeter breed. En in dat geval zijn ze 2 centimeter hoog. Ik moet zeggen, deze dupe verf van Fintech is van Action en die is echt top. Ik heb dit paletje inmiddels al super lang en ik kan er inmiddels al redelijk wat dingen mee doen. Dus als je deze nog niet in je collectie hebt, haal deze dan zeker in huis. Want volgens mij liggen ze momenteel wel weer in de winkel als ik het goed heb. Nou, de titel februari heb ik ook hier weer goud gemaakt. En om ook hier weer in het thema toe te passen, heb ik deze extra bloemen en slangen hier getekend. En die doen we ook gewoon eventjes op dezelfde manier maken als de titelpagina. De fineliner die ik hier gebruik komt van de HEMA af. Het zijn echt top fineliners wat dat betreft. En ja, we doen alles daarmee gewoon eigenlijk overtrekken. In ieder geval de basisdingen als het gaat om echt de figuurtjes. In de zin dus van de slangen en de bloemen gebruik ik een gelpen van de HEMA. En daar heeft er gewoon meer mee te maken van dat die, ik vind die persoonlijk fijner werken. Zeker als ik hem iets langer in mijn hand moet houden. En zeker als ik zoveel van die kleine details moet tekenen. Maar kijk gewoon even wat voor jou het fijnste is. Want het is natuurlijk iets waar je veel mee bezig bent. En maak het daarom voor jezelf zo gemakkelijk mogelijk. Ik laat expres de slangen zo over elkaar heen gaan. Ik vind dat het wel een leuk effect geeft op de pagina. En ja, dat is eigenlijk de kalender klaar. Deze volgende pagina is voor mijn habit tracker, sleep tracker en mood tracker. Ik doe eigenlijk hetzelfde systeem als vorige maand hierbij toepassen. Dus ik doe gewoon 2 grafiekjes als het ware maken.
Omdat de maand februari zo mooi in even nummers uitkomt, heb ik deze ook even verdeeld op de pagina's. En het middelste blok is speciaal voor de slaap. Dus daar staat aan de linkerkant steeds 1 tot 10 uur op bij het halve uren ik slaap. En verder staan gewoon de cijfers van de dagen van de week als het ware er aan de onderkant bij. De mood tracker. Ik zat daarover te twijfelen van, hè, zal ik die ook eventueel als slang doen of als bloem doen? Maar ik vond dat ik al best wel veel aan het doen was en dat er al best wel veel gebeurde. Dus die hou ik deze keer gewoon simpel door deze hokjes aan de onderkant toe te voegen. Die ik op die manier gewoon simpel kan inkleuren. Want er gebeurt al best wel veel deze spread. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen, als jij dat zelf persoonlijk mooier vindt, dat eventueel wel te doen. Ik vind het wel een leuk idee, maar ik zeg al, ik vond dat er al genoeg gebeurde op de overige pagina's. Dus ik liet deze expres wat simpeler, omdat dit voor mij vooral een praktische pagina is. Dus iets waar ik fijn vind om naar terug te kijken ook. En daar hou ik liefst daarom ook zo overzichtelijk mogelijk. Gaan we door naar de weekly spreads. Ik heb deze maand gekozen om wel repetitive weekly setups te maken. Wow, soms blijf ik over woorden struikelen, jongens. Sorry daarvoor. En hier hebben we eigenlijk weer dezelfde details doen we toevoegen. Elke week gewoon iets anders. Maar om even de basis toe te liggen. Ik heb expres weer het lettype gebruikt. En ik heb steeds de cijfers uitgetypt. En ik heb expres steeds de 0 voor 1 tot 9 gezet. Ik vind het namelijk iets overzichtelijker overkomen als er overal steeds evenveel cijfers zitten. En deze doe ik gewoon heel simpel zwart maken. Ik doe deze eerst met mijn gelpen de outline en ik pak expres een zwarte Crayola supertip erbij om deze in te kleuren. Deze zijn precies groot genoeg om een stift erbij te pakken en het scheelt gewoon een hoop werk als je dit met je gelpen moet doen zoals op de vorige pagina ik heb gedaan. Dit werkt gewoon veel sneller. Als het gaat om de maatvoering, als je dat ook wil toevoegen. Ik heb dus een lijntje gezet op 4 centimeter van de binnenkant van de pagina. Of de linkerkant van de pagina, hoe je dat wil zien. En elke dag heeft een designated space van 4 centimeter hoog. Het lettertype heb ik expres 2 bij 2 hoog gemaakt. Dus ook daarin kun je eventueel hetzelfde doen. En deze is overal steeds 0,5 centimeter van de kant af. En dan ook nog eens 1,5 centimeter wat er dus overblijft tot het lijntje. Omdat we zoveel zwart-wit gebruiken, wou ik expres daarom ook het zwart-wit vooral ook laten zien in de weekly spreads. Door alleen de kleuren af en toe toe te voegen met de details zoals de tabblaadjes en eventueel de bloemen of slangen. Maar verder is zoveel mogelijk in zwart-wit houden. En door elke pagina zijn eigen aparte slang te geven of zijn eigen aparte illustratie, zorgt ervoor dat er toch wat variatie in de pagina's ontstaat. En je kunt er zo wild mee gaan als het je zelf wil. Het mooie is, doordat het 7 dagen in de week zijn, komt dit steeds mooi uit dat ik steeds rechts in de hoek genoeg ruimte heb om een tekening toe te voegen. En die doen we op deze manier gewoon steeds toevoegen eigenlijk. Ik gebruik wel expres steeds hier dit kleine kladblaadje zoals je ziet om ervoor te zorgen dat ik niet overspeel met mijn verf naar andere pagina's. Ik doe dit eigenlijk altijd. Het is gewoon super handig en op die manier hou je gewoon rekening mee dat je zo strak mogelijke lijnen hebt zonder dat je overspeelt wat ik vroeger wel heel vaak had. Echt heel vaak. De tabbladen waren ook gewoon iets dat afgelopen maand zeker een must-have was. Het was super overzichtelijk, super handig. En ik kan hier dadelijk ook echt gewoon weer de weeknummers aan toevoegen. En
I just love it. Ik kwam van de week trouwens wat leuks tegen. Het is misschien al wel wat laat, omdat we inmiddels dus al enkele weken in het jaar zitten. Maar dit is een Year of Planning en dit is opgestart door het Instagram account Year of Planning. In samenwerking gebeurt dat met Jessie Corin. Dat is een YouTuber die ik zelf ook af en toe wel eens naar kijk, naar video's. En wat het eigenlijk is, ze hebben dus een lijst opgesteld om je elke week uit te dagen naar het maken van een bepaalde spreads. En er zitten wat dat betreft echt wel wat leuke dingen bij. Ook dingen die ik al zelf eerder heb gedaan. Maar ook dingen die ik zelf misschien nog niet zou hebben bedacht. Dus als je een keer denkt van ik wil een nieuwe spread toevoegen of een nieuwe collectie starten. Kijk dan vooral eens eventjes op die lijst. Er zitten echt gewoon hele leuke dingen bij. En je kunt natuurlijk ook al is het wat later in de maand, gewoon nog meestarten. Ik ben er inmiddels al aan begonnen. Dus ik heb de eerste paar al gedaan. En ik moet zeggen dat het een hele leuke exercise is om te doen. En als er iets tussen zit wat je gewoon niet zo interesseert, kun je die natuurlijk gewoon overslaan. Dat zal ik ook zeker doen met bepaalde dingen. Maar het is wel echt een hele leuke lijst eigenlijk als het ware om mee te doen met de rest. En ook kijken wat andere mensen maken. Dus ja, definitely recommend dat. Omdat deze maand zo eindigt in slechts 2 losse dagen, hebben we daardoor de mogelijkheid nog een extra illustratie op de laatste pagina doen. Dus natuurlijk moest ik daar gebruik van maken. Deze is eigenlijk weer gewoon precies exact hetzelfde concept als de titelpagina. Dus ik heb hier weer een kader in zwart gemaakt van 1 centimeter rondom. En ja, we gebruiken hier gewoon weer dezelfde materialen. En ja, waarom de gouache? Heel simpel gezegd, zoals je ziet, het is gelijkdekkend. Als ik dit met waterverf zou doen, is de kans redelijk groot dat ik eventueel een tweede coat moest doen. En op deze manier heb ik met 1 coat het als gelijkdekkend. En heb ik ook minder kans dat mijn pagina een beetje gaat bubbelen als het ware. Doordat er dan te veel water opkomt. Dus dit werkt gewoon perfect. En toen was het tijd om alle spreads helemaal klaar te laten zien. Dus allereerst hier de titelpagina. De maandkalender. En ik moet zeggen, I love the shine of the gold. Zo met de lamp, echt super. Mijn habit, sleep en mood tracker. Nogmaals, lekker simpel. Zodat deze lekker duidelijk is en makkelijk in gebruik. En daarna de diverse weekly spreads. Met de basis hetzelfde, door hetzelfde lettertype, maar elke keer een andere illustratie toch wel in het thema toe te voegen. Dat was het weer in ieder geval voor deze video. Hoop ik voor de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En ja, wil je deze video's vaker zien, doe je ook vooral abonneren op mijn kanaal. Hoop tot de volgende keer weer. Doei!